In atletiekringen werd met al 300 deelnemers al goed betiteld. Dat past absoluut niet bij de ambities van de organisatie. Want 1000 lopers was minimaal het doel. Het is een elastiek, dus het schiet omhoog, hè? Ja, ik hou hem vast. Er zit een haakje aan, hoor, Simon. Je kunt hem zo onderweg haken. Oh ja, ik was hem helemaal los aan het halen, ja. Groot, hè? Geweldig, groot eer. En ik wil onder andere jou het eerste shirt. Heel goed. Kaderen 2010. Simon Groen, meer dan 20 nationale kampioenschappen op zijn naam. Tweede is op de Olympische Spelen, Europees kampioen geweest. Dus het is onze grote eer dat hij hier bij ons het eerste shirt in ontvangst wil nemen. Mij past hij in ieder geval. En ook voor Klaas Smit, vertegenwoordiger van de gemeente Hogeveen. Het is niet meer het eerste shirt, het tweede shirt, Klaas. En dan willen we ook nog graag UNICEF naar voren. We staan in Hogeveen bij Harry de Jonge. Harry de Jonge is voorzitter van de Cascaderun. Meneer de Jonge, we hebben zo net gezien de onthulling van, wat was het eigenlijk? Het grootste shirt ter wereld, running shirt. Even terug. Even deze uitzetten. Dat was het grootste running shirt ter wereld, zo het nu lijkt. Wij wilden eerst de poging doen voor het grootste shirt, maar ja, dat is 68,5 bij 71 meter. Dus die poging wilde men maar staken. Het is ter opluistering, zeg maar, van de Cascaderun in 2007 voor het eerste Cascaderun. Met hoeveel deelnemers toen? De atletiekvereniging zei van nou, met 300 doe je het goed. Maar dat paste niet bij onze ambitie. Wij wilden minimaal 1000 lopers. En werden er uiteindelijk 1800. We zijn straks eigenlijk 3 jaar verder, de 4e editie. Hoeveel lopers worden er verwacht op 18 april? We sluiten de inschrijving bij 6000 deelnemers. En is er kans dat wij met 6000 lopers hier van start gaan in Hogeveen? Die kans is wel degelijk aanwezig. En ik acht hem zelfs rond 1 maart aanstaande dat we vol zitten met onze loop. Er wordt landelijk al gesproken over het wonder van Hogeveen. En dan hebben ze het over die enorme aantallen hardlopers hier in Hogeveen. Is daar een verklaring voor te geven voor dit toch wel eclatante succes? Het is met name een sociaal-maatschappelijk breed gedragen evenement. Wij zijn niet vanuit een organisatie, een commerciële organisatie aan de gang gegaan, maar gewoon met gepassioneerde lopers. We willen graag een evenement neerzetten wat verbroedert in Hogeveen. En iedereen ziet familie, buren, collega's lopen. En dat geeft juist een mooie sfeer eraan. En je ziet ook dat langs het parcours 30.000, 40.000 mensen publiek staan. Ja, wat je dan natuurlijk ook je afvraagt, hoe belangrijk is de wedstrijd? Gaat het om de wedstrijd? Gaat het om de recreanten? Wat is de prioriteit eigenlijk bij jullie? Het gaat om de recreanten. Wij willen een leuke loop houden waar iedereen zich jong en oud zich goed bij kan voelen. En het is niet specifiek op de prestatie gericht. Wordt er een keer een record gelopen, dan is het mooi meegenomen, maar het is geen opzet. Wat ik ook begrepen heb, zo net uit de perspresentatie, dat ook het goede doel is van belang bij de Cascaderun. Wat is het goede doel dit jaar? Dit jaar lopen wij wederom voor UNICEF, daar hebben we de Kids Run voor. Dat bracht vorig jaar in 2009 bracht dat €22.000 op. En dit jaar is de Hartstichting een partner en we gaan verkennend kijken wat we kunnen doen om volgend jaar dit verder uit te werken met elkaar. Er werd zo net ook gesproken door jou over de veiligste loop van Nederland. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Daar kan ik nog niet te veel over uitlaten. We zijn met testen bezig. En dat verwachten wij rond de laatste week maart definitief klaar te hebben. En dan komen we met de presentatie naar buiten. Ik kan me zoiets voorstellen dat het te maken heeft met de gezondheid van de hardlopers. Dat daar heel veel aandacht voor zou kunnen zijn. Klopt. Verder, als je kijkt naar de wedstrijd vorig jaar voor het eerst met een aantal Keniaanse winnaars. Hoe zit dat? Startgeld, Kenianen. Hoe werkt dat in Hogeveen? Het klassieke principe. Wij betalen geen startgeld. Als je maar hard genoeg loopt, ligt er geld aan de meet. Is het prijzenschema aantrekkelijk genoeg, denk je, voor toplopers? We hebben de ambitie om een leuke recreatieve loop te zijn. Dus wat dat betreft, het prijzengeld, daar verdiepen we ons niet echt in. Het is leuk, maar niet spectaculair. Nu is er ook al sprake van een tweede groot hardloop-evenement hier in de omgeving. De TT Run in Assen. Al contact gehad met de organisatie? Nee, nee. Wij opereren solitair.
We hebben wat contacten met Le Champion en dat houden we zo. Le Champion, organisator onder andere van de halve van Egmond, Amsterdam. Waar bestaat die samenwerking of die contacten uit? Het is met name de organisatie achter de schermen. Dat we tips van hun krijgen waarmee we kunnen werken, hoe we bepaalde slagen kunnen maken. En wat dat betreft zijn we er heel, heel blij mee. Jullie hebben in een paar jaar tijd een enorme wedstrijd op poten gezet. Enorme organisatie. Hoeveel vrijwilligers werken er aan mee? Dit jaar draaien we met 460 vrijwilligers. En onze basisorganisatie is 12 mensen die dat aanstuurt. Is dat allemaal nog door mensen in hun vrije tijd te doen, deze organisatie? Of longt dat zo langzamerhand al naar professionele medewerkers? Soms denken we dat we moeten professionaliseren. Maar wij zijn bang als we gaan professionaliseren dat we de spirit eruit halen. Dat het te beroepsmatig wordt. En nu is het meer gepassioneerd en dat brengt de boodschap beter over. Dus voorlopig houden we dat nog even zo. Al veel mensen zien trainen voor de Cascaderen, ondanks de kou in Hogeveen? Ja, we zien dagelijks, morgens, middags, avonds zien we hesjes, felgekleurde shirtjes weer langs de weg. Dus wat dat betreft zijn de meeste mensen zich er goed op aan het voorbereiden. We hebben de kleur al gezien van het shirt, oranje. Nog een bepaalde betekenis daarbij? Nou, het zou mooi zijn als die nummer 10 veel te zien is tijdens WK voetbal. Ja. Een van de mensen die we hier het shirt zagen onthullen is Simon Vroemen. Betekent dat Simon Vroemen aan de start zal verschijnen op zondag 18 april? 2 jaar geleden was Simon hier tweede op de 10 mijl. En gedurende de afgelopen 2 jaar hebben we altijd contact met hem gehouden. We zijn op een hele goede voet en op een hele nette manier met elkaar omgegaan. We zijn met elkaar blijven spreken. En Simon was ook direct bereid om het eerste shirt in ontvangst te nemen. Is toch een atleet die een tijd lang beschuldigd is geweest van dopinggebruik. Is nu vrijgesproken. Was dat geen reden om te zeggen van nou doen we maar niet? Nee, hij kwam toen positief in het nieuws en nu weer. Alleen op een iets andere manier. Al namen van andere atleten bekend die misschien gaan meedoen? Nee, Simon die neemt waarschijnlijk een paar van zijn trainingsmaten mee. Maar goed, dat is even afwachten tot kort voor de start voor de 18e april. Het is nog een paar maandjes, een paar weken eigenlijk kun je zeggen, want het is zomaar zover. Wat gaat er nog gebeuren de komende tijd? Wij gaan bezig met de verdere fine-tuning van de organisatie. Alles staat nu, alles is ingetekend, vergunningen zijn aangevraagd. Dus het is voor ons nu een kwestie van de inschrijvingen verwerken, startnummers laten drukken, assembleren. En dan kunnen we medio april met de laatste loodjes aan de gang. Wanneer is de wedstrijd geslaagd, meneer De Jonge? Als iedereen er plezier aan heeft beleefd en als er geen incidenten zijn gebeurd. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. U bent welkom.